Hey, maar ja, soms heb ik ook het gevoel dat dit nog maar een soort voorbode is. Dat ons de komende decennia nog wel meer rampscenario's te wachten staan. Want dat kan allemaal heel klein beginnen. En er zijn zoveel van die berichtjes elke dag. Want dit begon ook klein, hè? Want dit was ook gewoon een onbekend virus op markt in Wuhan. Moet je kijken waar we nou zijn. Ik lees al die kleine berichtjes in de krant tegenwoordig met paniek in mijn ogen. Ja, je weet gewoon niet op wat voor manier het misgaat, maar het gaat hoe dan ook mis. Weet je, ik lees Gordon emigreert naar Dubai. Ik denk, hoe gaat daar een apocalypse uit voortkomen? Weet je, ik weet niet hoe, maar het gaat gebeuren. Gewoon allemaal, er staan zoveel van die kleine, weet je, het begint altijd klein. Maar laatst hadden ze plastic gevonden in mensenpoep. Ik zou even heel kort zakelijk meegedeeld in de krant. Ze hadden poep onderzocht, hè, wetenschappers. Ze hadden poep verzameld van mensen over de hele wereld. Ik weet niet waarom, maar dat is hun dingetje. Nee, maar goed, die hadden ze onderzocht. Hè, dus echt uit alle landen. Nederland, Australië, Togo, Canada, Chili. In alle poep van alle mensen over de hele wereld hadden ze kleine stukjes plastic teruggevonden. En ik lees dat. Ik denk, ja, nou, daar ga je al. Ik bedoel, dit kan twee dingen betekenen. Ofwel, we zijn dus als gehele mensheid zo lui geworden dat we allemaal wel eens vergeten de verpakking van de magnetronmaaltijd te halen. Of we hebben dus zoveel plastic gebruikt, het is zo wijd verspreid geraakt dat het gewoon letterlijk overal is. Waar je op de wereld ook loopt, je loopt over het plastic en door het plastic. Je zwemt in het plastic, je ademt plastic, je vreet plastic, je scheidt plastic uit. En wat plastic doet, het lost niet op. Plastic valt gewoon in steeds kleinere deeltjes uiteen. En dan komt er een moment dat je darmen dat kunnen gaan opnemen en dan komt het in je bloedbaan. En dan stroomt het plastic door je lijf. En de stap daarna, waar wetenschappers nu bang voor zijn, is dat het zo minuscuul klein wordt dat het in je cellen kan gaan zitten. Dat je dadelijk in je cellen stukjes, dus dat je bent opgebouwd uit allemaal plastics. We worden langzaam helemaal van plastic. Carré denkt, nou mooi, lang houdbaar. Hè? Nee, maar dat heeft gevolgen, jongens. De Marijke helwegenisering van de gehele mensheid is as we speak aan de gang. En het leven ziet er straks gewoon heel anders uit. Over 10, 20 jaar is niks meer hetzelfde. Stel, er gaat iemand dood. Hè? Dat gebeurt wel eens. Gewoon even praktisch. Wat gaan we doen? Je gaat niemand meer begraven. We gaan geen plastic in de grond stoppen. Hè? Dat is milieuvervuiling. We gaan ook niemand meer cremeren. Je gaat geen plastic verbranden. Luchtverontreiniging. Dus als ome Kees straks overleden is, moet ome Kees op woensdagochtend voor 8 uur... in een Plastic Heroes recyclezak netjes rechtop aan de kant van de weg zijn gezet. En dan moet je met de hele familie op de vuilniswagen wachten. Nou, die zal dan met gepaste snelheid door de stad gaan natuurlijk. Dus die komt eind van de dag hier aankakken. Zal een vuilnisman met een klein zwart hoedje de familie condoleren. Die zal dan zijn best doen om ome Kees met een zo waardig en respectvol mogelijke zwaai in één keer zo wat in die bak te flikkeren. Nou, drukt op de knop, klep komt naar beneden, hij springt op het plankje en die wagen gaat rijden. Nou, dan heeft er misschien nog iemand thermoskannetje koffie of een tupperweerbakje cake meegenomen. Dan ga je zwaaien. En terwijl ome Kees aan de verre einde verdwijnt, kun jij je troosten met het idee dat ome Kees voor altijd voort zal leven in ons hart, in onze herinneringen en in onze boterhamzakjes. Nou ja, dat soort dingen, weet je wel, de toekomst. Het begint allemaal klein, allemaal van die kleine, of van die beestjes. Dat zijn ook altijd van die berichtjes, weet je wel. Elke zomer zijn er wel een paar, en dan is er ineens een Aziatische hoornaar op allerlei plekken. Of de tijgermug, of een sluipwesp, of een horrorvlinder. Er komen allemaal beesten, heeft natuurlijk ook met klimaatverandering te maken. Ik had op een gegeven moment, laatst had ik zelf, ik heb in die coronatijd, daar heb ik natuurlijk veel thuis, een beetje wandelen met de hond en zo, heb ik zo'n insecten-app gedownload. Weet je, dus dan maak je een foto en dan zegt die app van, oh ja, dat is een insect. En, nou ja, dat is dan leuk. Maar je gaat de gekste dingen leuk vinden op het gegeven moment. Nee, maar ik had op een gegeven moment een bladpootwans had ik ontdekt. Ik had een foto van een bladpootwans. En dan klik je zo van, nou, wat is het leefgebied dan van de bladpootwans? Mexico. Dat beest hoort hier helemaal niet. Die zit normaal dus in Mexico, maar 40 graden in de brandende zon op de muur van een of andere kantina een beetje siesta te houden. En die is op een gegeven moment is die per ongeluk in Nederland terechtgekomen. Nou, dat kan. Er zijn een paar burrito's in slaap gevallen, in een verpakking gesield, wakker geworden in de haven van Rotterdam, weet ik veel. Dat soort dingen hoor je wel vaker, toch? Dat er iets met zo'n lading, dat er ergens, weet ik veel, een scheepslading coke ineens een tros bananen wordt aangetroffen. Hè? Dat soort dingen gebeuren. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt, zeg ik altijd. Maar die bladpootwans, die is in Nederland terechtgekomen en vroeger vroor die dan kapot in de winter en was je er weer vanaf. Maar nu zijn de winters zachter, dus hij overleeft. Hij gaat hier voortplanten en het begint een plaag te worden. Biologen waarschuwen daar nu voor. He, dat hij straks zo vretend over de akkers gaat en al onze oogsten kaal vreet. Of dat hij alle onze inheemse soorten gaat verdringen. Want dat is waar hij nu mee bezig is, dat onze eigen insecten verdrongen worden door de bladpootwans. En dan krijg je een beetje het scenario van de lieve heersbeestjes. De Aziatische lieve heersbeestjes, die zijn hier 30, 40 jaar geleden al naartoe gekomen. Die hebben het helemaal overgenomen.
Alle inheemse lieve heersbeestjes zijn weg. He, die oude, echt die Hollandse lieve heersbeestjes. He, die van vroeger, die rood-wit-blauwe lieve heersbeestjes. Is allemaal weg. Zien jullie nog wel eens een rood-wit-blauwe lieve heersbeestje? Nou, dan bedoel ik allemaal verdwenen, allemaal verdrongen door de Aziatische lieve heersbeestjes. En die hebben het hier prima naar hun zin. In de winter is het een beetje koud. He, dan gaan ze lekker naar binnen. Gaan ze gewoon naar binnen. Dan vliegen ze in de herfst op een mooie zonnige dag zo door een kier of een openstaand raampje vliegen ze je huis in. En dan gaan ze met z'n allen zo in een hoekje van de kamer zitten, zo tegen het plafond aan. En dan blijven ze gewoon de hele winter zitten. Blijven ze weer de hele winter zitten afluisteren. En dan in het voorjaar vliegen ze weer terug naar China om verslag uit te brengen. He, de Aziatische lieve heersbeestjes. Huawei heten ze daar. Fascinerende beestjes. Maar dit soort berichtjes. En het laatste voorbeeld. Hadden wetenschappers berekend dat Nederland de westkust moet opgeven. Dat binnen nu en 100 jaar de zeespiegel zo hard gestegen is. Dat er een moment komt dat. Ja, dan kun je geen dijk meer tegenaan blijven bouwen. Dat we moeten besluiten om een deel van het land onder water te laten lopen. He, en niet gewoon een strookje strand bij Bloemendaal. Maar gewoon echt gewoon bijna de hele randstad helemaal onder water. Kijk. Ik woon in Nijmegen, het maakt mij niet uit verder. Maar dit lijkt me nogal een dingetje, toch? De kustlijn schuift op, dat gaat gewoon gebeuren. Dat is niet eens meer een scenario, dat is gewoon wat er gaat... De Duitsers gaan niet meer naar het strand. Het strand gaat naar de Duitsers, dat is wat er gaande is. En dat leidt tot problemen. Steeds meer Nederlanders op een steeds smaller strookje land. En het zou uiteindelijk zo ver kunnen komen dat Nederland onleefbaar wordt. In het ergste scenario kan hier niemand meer wonen en moeten we met z'n allen op zoek naar een andere plek om ons te vestigen. Moet je even nagaan wat dat betekent. 17 miljoen mensen ontheemd op zoek naar een plek om te gaan wonen. De Hollanders, het volk zonder land. Dat wordt een soort bijbelse volksverhuizing. Een exodus, hè, dat achter iemand aan moet in een lang wit gewaad en een houten staf. Hè, waarschijnlijk een salsa-leraar die dan ergens zo, bij Scheveningen 3 keer op het strand slaat om de zee open te splijten. Hè, dat we daar dan veilig doorheen kunnen met z'n allen. Trouwens, dat is Groot-Brittannië. Misschien even de andere kant op, maar dan ergens waar het veilig is. En dat gaat ook niet meevallen, want waar kun je naartoe? Dat is natuurlijk het hele ding. Alles warmt op en loopt onder. Dat is wat al die rapporten al 50 jaar proberen duidelijk te maken. En er zijn maar weinig plekken op de wereld waar je nog kan ontkomen aan die dingen. Er zijn een paar uitzonderingen. Siberië schijnt juist door de opwarming juist een heel aangenaam klimaat te krijgen. Dus als je slim bent, ga je nu investeren in een huisje in Siberië. En dat bedoel ik echt nu. Want als over een uur Prins Bernhard Junior het gehoord heeft, dan ben je te laat. Nee, maar dat zou een goede optie zijn. Huisje in Siberië. En dat is ver weg, maar je kan er redelijk vlot naartoe. Het is te doen. Je moet naar Moskou. Dat is eigenlijk het meeste werk. PCR-testje, vlug je naar Moskou. En als je eenmaal in Moskou bent, hoef je eigenlijk alleen nog maar met een regenboogvlag over een plein te lopen. En dan ben je vrij snel in Siberië. Hè. Dat gaat allemaal vanzelf. Maar goed, dat is een optie. En de andere optie. Ik denk zelf vaak ook. Hè, Scandinavië is misschien nog best wel een reëel scenario. Het is wat hoger en wat koeler en er wonen nog niet te veel mensen. Ik denk ook wel eens, moet ik me daarop voorbereiden of zo? Of moet ik daar alvast op zoek naar een vakantiehuisje? Of weet je gewoon, maar moet je je voorstellen dat binnen nu en 100 jaar... Dat wij dus met z'n allen moeten gaan vluchten. Dat we naar Groningen kunnen om in de bootjes te stappen. En dan maar hopen dat Hugo de Jonge voldoende bootjes heeft ingeslagen. En dat we dan moeten gaan roeien. Dat wij om ons vegenlijf te redden met z'n allen gaan roeien. Zo, over de zee. Zo helemaal na nachtenlange ontberingen dan uiteindelijk aankomen. In het holst van de nacht. Ergens in een donker, stil, verlaten Noors fjord. En daar dobberen we dan rond met z'n allen. He, al die bootjes in die enorme baai. In het zachte schijnsel van de volle maan. Met om ons heen niks dan het zacht klotsende geluid van het water dat tegen de kliffen slaat. En natuurlijk het oorverdovende geklaag van 17 miljoen Nederlanders. Reken maar dat er nog wat te zeiken valt. Het is mooi spul dit trouwens, hè? Toch? Is cool, hè? Het zijn aerosolen. Vorig jaar goedkoper tijdje uit China kunnen inslaan, dus geen seconde spijt van gehad. Maar we dobberen daar straks. En waar ik gewoon een beetje bang voor ben, is het moment dat we asiel moeten gaan aanvragen. Dat wij moeten gaan smeken of we alsjeblieft naar binnen mogen. Ik weet gewoon niet of dat heel makkelijk gaat worden. Ik ben toch bang dat we onze reputatie een beetje tegen hebben. Over de hele wereld weet iedereen, als op een gegeven moment de Hollanders ergens met een bootje aan land komen. Het kan een halve eeuw duren, maar uiteindelijk sta jij als slaaf op hun plantage. Dat is hoe het afloopt. Begin met een leuk babbeltje, spiegelskraaltjes en ineens ben je al je nootmuskaat kwijt. Dat is hoe de jongens werken.
Ik ben daar gewoon niet helemaal gerust op. Dat voel ik gewoon steeds vaker. Dat ik niet meer het idee heb dat de toekomst per se beter wordt. En dat is best wel een eng gevoel om te hebben. En sommige mensen zeggen, dat komt misschien gewoon omdat je kinderen hebt. Hè. Dan ga je anders tegen die dingen aankijken. Ik weet niet of het aan mijn kinderen ligt. Ik heb vaak toch meer het gevoel dat het ligt aan bijvoorbeeld de wereld die in de fik staat. Hè. Maar ik weet niet of mijn kinderen... Ik ben sowieso niet per se een heel ander mens geworden van kinderen. Dat vind ik altijd zo raar. Ik vind nog wel ongeveer dezelfde dingen. En ik zit nog ongeveer... Ik zou niet één ding kunnen noemen waarin ik echt wezenlijk anders ben nu ik kinderen heb. Eén klein detail, dat is wel... Dat moet ik wel toegeven. Dat is wel echt grappig om te merken. Bijna vanaf de seconde dat ik vader werd, wat ik heel erg aan mezelf merk... vanaf het moment dat ik kinderen had, ik ben echt veel meer moe. Maar echt moe, jongen. Echt stadia van moe waar ik nog nooit geweest was. Nee, laat ik het zo zeggen. Ik wist niet dat tussen moe en dood nog zoveel ruimte was.